Het is maandag 6 maart. Dit is Drenthe Nu met vandaag. Lange staking bij vloerenfabrikant in Coevorde. Bedenkers van Buurtbus in Mondengebied kijken terug op succesvolle start. En boer Koekoek tot leven gewekt in theaterstuk in Hollandse Veld. Krokussen, ook dit hier in Westerbork. Ach, die kunt wat dingen bij die kolen. En dat is misschien maar goed ook. Want we zijn nog niet helemaal van het licht winterse weer af. Zo dadelijk meer over het weer. Goedenavond. Het personeel van vloerenfabrikant Forbo Novilon is het gesteggel om het nieuwe cao spuugzat. Omdat de partijen er na lang onderhandelen nog altijd niet uitkomen, leggen de werknemers het werk voor onbepaalde tijd neer. Voor dag en dauw verzamelt het personeel zich bij de poort van de fabriek. Niet om te werken, maar om stakingsbriefjes te ondertekenen. Sinds gisteravond 10 uur weigert het personeel te werken. Het is jammer dat het zo moet, maar het is nog eenmaal zo. Je wordt toch die kant een beetje opgedrukt. De werkgever en de bond kunnen het maar niet eens worden over een nieuw cao. De werkgever bood 6,5% in zijn eindbod van februari. Dat vinden mensen volstrekt onvoldoende. En logisch natuurlijk, want de inflatie is veel hoger. Als we kijken naar 2022, inflatie van 10%. Nou, dat moet gewoon gecompenseerd worden. Maar het is niet alleen hoger loon wat de stakers willen. Nou, je hebt toch best wel veel werkdruk afgelopen jaren. Ja, je ziet toch wel dat de productie bleef toch wel vrij hoog. En je ziet de mensen afschalen. Want er is toch onvrede in de fabriek. De mensen zijn heel flexibel, die bewegen mee. De werkgever vraagt wel eens van, wil je vakantiedagen opnemen? Want we liggen een beetje stil. Dat willen mensen op zich wel. Mensen worden heel gemakkelijk van ploegendiensten veranderd. Van 4 naar 3 of van 3 naar 4. Moeten helemaal meebewegen, moeten hun privé daar weer op afstemmen. Maar nu zijn ze echt helemaal klaar mee, want ze vinden zich onfatsoenlijk behandeld door deze werkgever. Ruim de helft van de 330 werknemers is aan het staken. Volgens de vakbond een duidelijk signaal aan de directie. En als het aan de bond ligt, wordt dit een staking van de lange adem. Hij gaat in afval door tot donderdagnacht 6 uur, eigenlijk vrijdagmorgen 6 uur. Dan gaan we even op de pauzeknop en dan gaan we volgende week dinsdag gaan we weer verder. En de directie van Forbo heeft nog niet gereageerd op vragen van RTV Drenthe over de staking. Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, is het soms een hele uitdaging om ergens te komen. In het Mondengebied in de gemeente Emmen heeft de stichting Dorpenzorg daar een passende oplossing voor bedacht. Nou, gaan we dan. Busje komt zo. Mevrouw Haverkorte, de weg is wel wat hobbelig. Ja, dat is geen leuke weg. Maar ja, het is niet anders. Maar zo komt u er wel. Ja, zeer zeker. En dat is wel fijn. Dat is het belangrijkste. Een buurtbus met chauffeur voorziet inwoners die dat nodig hebben gratis van een ritje naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of de dokter. Niet voor de dagelijkse boodschappen. Niet voor de dagelijkse boodschappen en ook niet voor familiebezoek en dat soort dingen. Nee, het is puur eigenlijk voor de noodzakelijke bezoekjes. Jenny Haverkorte uit Nieuw-Weerdingen maakt vanochtend haar eerste ritje in de buurtbus naar de voedzorgspecialist. Wat had u anders moeten doen als u niet met de buurtbus meeging? Dan had ik gewoon weer een van de kinderen moeten inlaten of een buurvrouw en dat wil ik gewoon niet. Dat is voor één keertje te doen, maar dat kan niet constant op anderen terugvallen. Zijn dorpen, daar is al helemaal geen openbaar vervoer meer. En het taxivervoer wat er is, het WMO-vervoer, ja, dat mag een kwartier of 20 minuten te laat of te vroeg zijn. En vooral de groep mensen waar wij op ons richten, dus de kwetsbaren onder ons, de ouderen. Daar is het wel handig voor dat ze op tijd zijn, want die hebben het al onzeker genoeg wat dat betreft. Dit is comfortabel. Ik hoef niet bij de bus te gaan staan wachten een half uur. Ik hoef niet op de fiets naar Emmen, wat ik niet red. Dan is dit gewoon een supermiddel. De buurtbus heeft al zo'n 40 ritjes gemaakt sinds de start van het project vorige maand. Hoe zijn de reacties? Positief. Ja, anders waren er niet zoveel aanmeldingen geweest. Nee, nou, vanavond misschien nog wel meer. Ja, misschien wel. Ja, dus, we zien het. De bus is ervoor. Je moet rijden. Nou, daar zijn we weer, mevrouw. Ja. Hoe was de rit? Prima. Ja. Goeie chauffeur, dus wat wil je nog meer? En nou naar binnen. Dan gaan we naar binnen en dan zijn we zo aan de beurt. Die fietstocht die je gaat doen, waarom doe je die precies door Drenthe heen? Nou ja, Drenthe is natuurlijk de mooiste provincie die er is. Ik wou ook op een gegeven moment gewoon zeggen van... ik heb elk dorp in Drenthe gezien. Dus dat kan ik dan van de zomer zeggen. Zometeen meer over de fietstocht van Maartje.
Deze zomer komt Boer Koekoek tot leven in Hollandse Veld. Stichting Het Pauperparadijs en Theater De Tamboer komen samen met een theaterstuk over de boerenopstand van 60 jaar geleden. Nou, vandaag werden de eerste plannen uit de doeken gedaan. En verslaggever Wouter Westerveld die is ter plekke. Ja, Wouter, hoe gaat het er allemaal uitzien daar? Ja, ze zijn eigenlijk achter mij al begonnen met de borrel hier in Café Mol, waar de plannen uit de doeken inderdaad zijn gedaan voor het theaterstuk. Er is wat meer bekendgemaakt over de cast, die is nu bekend, en over de locatie en waar het decor gaat komen, hoe dat eruit gaat zien. En naast mij staat producent en schrijver van het theaterstuk, Tom de Ket. Wat kunnen we precies gaan verwachten aankomende zomer? Ja, we gaan de opstand der braven gaan we spelen in een gigantische loods. Die zie je hier in de maquette in Hollandse Veld. En dat gaat over de eerste boerenopstanden in 1963, die eigenlijk geleid werden door Boer Koekoek. En dat was een enorme veldslag in die tijd. En door die opstanden is Boer Koekoek in de Tweede Kamer terechtgekomen. Laten we eens even kijken naar die maquette, een klein stukje hier naast ons. Best groot. Wat is het precies? Het ziet eruit als een loods met allemaal verschillende bankjes. Heftruck zie ik. Wat is het? Ja, het is een gigantische loods van Vitaolie, staat in Hollands Veld. Enorme grote loods. We hebben de achterpui eruit gehaald. En je kijkt dan op een enorm groot lat. Dus in feite hebben we hier de grootste tv van Europa. Hier staat een tribune voor 1000 man. En je ziet hier gewoon allerlei decorstukken die in die loods worden gebouwd. Het wordt een enorm spektakel met boerderijen die in de fik gaan, met melkwagens die spuiten en trekkers die rondrijden. Een beetje zoals ooit de Drentse Blues Opera was, wat ik ook gemaakt heb. In die trant moet je het zien. Okay. Duidelijk inderdaad. Nou ja, de kast is vandaag ook op pad geweest naar de locatie toe. Om een kijkje te nemen hoe het er allemaal uitziet op ter plekke zelf. En daar sprak ik met de hoofdrolspeler. Wij zijn bijvoorbeeld voor belastingverlaging. Nou, dat houdt erin dat we tegen belastingverhoging zijn. Dit was Boer Koekoek ten voeten uit. Een markante persoonlijkheid om te spelen, vindt ook acteur Han Oldigs. Jazeker. Ik weet wel dat hij ook een keer zei van, ik weet niet waar het over gaat, maar ik ben wel tegen. Hoe bereidt u zich nou voor op zo'n rol? Ja, zoals altijd, veel overlezen. Er is ook nog, toen kwam ik achter, best wel wat beeldmateriaal. En ja, dat vind ik ontzettend leuk om te zien. We staan hier bij de loods, waar dat straks moet gaan gebeuren. Heeft u net een kijkje kunnen nemen? Wat vindt u daarvan? Ja, dat is heel veelbelovend. Het lijkt me ontzettend spannend. Dat wordt natuurlijk helemaal omgebouwd hier als naar een theater. En met dit uitzicht. Er kwam net al een heel troepje reeën langs. Ik kijk er erg naar uit. Ik vind het ontzettend leuk. Ik denk dat het fantastisch wordt. Ja, een kleine kennismaking dus met de hoofdrolspeler die Boer Koekoek gaat spelen. Meneer de Ket, de voorstellingen gaan straks van start. Wanneer kunnen we die verwachten? 12 juni is de eerste try-out. 15 juli is, dus 12 juli is de try-out. 15 juli de première. En dan kunnen er 1000 man per avond erin. Wordt gespeeld van dinsdag tot en met zondag. Okay. En ik zou zeggen, wees er snel bij, want volgens mij gaat het heel hard. Ja. Zoals het hoort, dus aankomende zomer moet het gaan gebeuren hier in Hollandse Veld. Wouter Westerveld, dank je wel. Ja, dan 1000 kilometer wegtrappen op de fiets om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Fonds. De 22-jarige Maartje Scholtmeijer fietst deze zomer langs alle dorpen in onze provincie. En om in goede conditie te blijven, fietst ze alvast een deel van de route met als startpunt het station in Beiden. Ik ga eerst naar Brunsting, dat is iets ten noordoosten van Beiden. Het is echt een heel klein dorpje. En dan trek ik ook meer naar het westen, Leggelo, Eemster, die kant op. Tot ik uiteindelijk helemaal richting Vledderveen en Nijesleek en dan trek ik weer naar het oosten terug. Ik ben 2 december 2000 geboren en toen mijn eerste kerst, toen kreeg ik het RS-virus en ben ik op de intensive care terechtgekomen. Toen konden mijn ouders in een Ronald McDonald's huis in Amsterdam. Ja, ik vind het gewoon belangrijk dat als je in het ziekenhuis bent, dat dan je ouders in de buurt zijn. Zowel voor de ouders als voor de kinderen. Hoeveel kilometer oefen je vandaag? Ik hoop minimaal 150 en dan zo rond de 200.
Die fietstocht die je gaat doen, waarom doe je die precies door Drenthe heen? Nou ja, Drenthe is natuurlijk de mooiste provincie die er is. Ik wou ook op een gegeven moment gewoon zeggen van... ik heb elk dorp in Drenthe gezien. Dus dat kan ik dan van de zomer zeggen. Heeft deze fiets nou ook een bijnaam? Ja, klopt. Ik heb haar Louise genoemd. Naar het liedje Oh Louise van Daniel Loos. Oh Louise, ik heb je zo lang niet meer zien. Oh Louise, waar ook beter is misschien. Want wij zijn... En waar gaat de reis nu naartoe? Het volgende dorp is Diever, want zoals mijn vader altijd zegt, liever naar Diever, want verder is verder. Mocht je nou planten buiten staan hebben die wat minder goed ting vast kunnen dan deze krokussen, dan zoek ze maar binnenhalen, hoor, want er komt nog een paar koude nachten aan. Nou geldt dat nog niet zozeer voor komende nacht, want komende nacht is het bewolkt, het is regenachtig. De temperatuur blijft hangen zo net even boven het vriespunt. En aan het einde van de nacht, dan klaart het weer wat op. Morgen zijn de verschillen in het weer vrij groot in Drenthe. In het noordelijke gedeelte, daar klaart het wat op. Zo nou dan een winterse bui. In het zuidelijke gedeelte, daar is het bewolkt en daar kan wat miseregen vallen. Maar ja, in beide gevallen doet het weer wat guur aan. Het is zo'n graad of 5 bij een matige westelijke wind. In de nacht van dinsdag op woensdag, dan giet het wafriezen, een graad of 4-5 misschien wel. En woensdag en donderdag overdag houden een wisselende bewolking, wat opklaringen, ze nou dan een bui. Dat kan een winterse bui wezen met hagel of wat natte snij. En donderdag en vrijdag, ja, dan komt er een neerslaggebied dichterbij. En dan giet het regen, misschien ook wat natte snij erbij. De temperatuur ook dan zo'n 5-6 graden. Dus al met al, de komende dagen wat guur weer. Dus ik zal de hazing en de mussen nog maar even bij de warken houden. En daarmee zijn we aan het eind van deze Drenthe Nu. Meer nieuws vindt u dag en nacht online in onze app en op rtvdrenthe.nl. En daar leest u bijvoorbeeld hoe inwoners van onze provincie aankijken tegen een nieuw FC Emmen stadion. Drenthe Nu is er morgen weer. Graag tot dan en een fijne avond.